uit gang. Dank u wel, voorzitter en beste inwoners van Nederland en natuurlijk ook mensen op de publieke tribune. Voorzitter, 14 Kamerleden zijn mij vandaag voorgegaan en hebben al vele vragen gesteld over de inmiddels beruchte mondkapjesdeal. Ik sluit mij bij die vragen aan en het is een deal geweest waar een vieze stank omheen hangt van graaierij, gelieg, gekonkel, vriendjespolitiek, achterkamertjes, draaikonterij, arrogantie, rookgordijnen en macht. Onder het mom van liefdadigheid werden miljoenen verdiend aan de pandemie. En dit allemaal over de ruggen van de hardwerkende, belastingbetalende en destijds banggemaakte mensen in Nederland. Mensen die afgelopen jaar door toedoen van de voormalig minister van VWS en de minister-president uit elkaar gedreven zijn. De samenleving werd gespleten. Mensen werden tegen elkaar opgezet. Onherstelbare schade in de samenleving werd aangericht door mensen met een groen vinkje te belonen met een bezoek aan het café en mensen zonder groen vinkje te bestempelen als paria's en ze grondrechten af te nemen om zich vrij te bewegen in de samenleving. Deze verschrikkelijke tweedeling is ook glashard ontkend door de voormalige minister van VWS. Laten we ook dat niet vergeten. Voorzitter, hoe ironisch. De vele zwarte bladzijden die uit de printer rolden toen wij gisteren op het laatste moment de WhatsAppjes kregen die werden uitgewisseld door de voormalig minister van VWS over de mondkapjesdeal, symboliseren deze zwarte bladzijden in de Nederlandse geschiedenis. De zwarte bladzijden waar mensen stapje voor stapje tegen elkaar werden uitgespeeld, waar stapje voor stapje vrijheden werden ingeperkt, waar we stapje voor stapje in een samenleving terechtkomen waar niemand van had gedacht dat dat ooit zou kunnen gebeuren. Terug naar de mondkapjesdeal. Het gedrag van voormalig CDA-lid Siewert van Linden is ronduit walgelijk. Maar de rol van de voormalig minister van VWS is minstens zo laakbaar. Op 9 juni 2021 ontkent hij hier in de Kamer dat hij betrokken is geweest bij de mondkapjesdeal. Inmiddels is duidelijk dat hij zelfs een belangrijke rol heeft gespeeld bij de deal. Hij spoorde zijn secretaris-generaal aan om contact op te nemen met Siewert en uit de appgesprekken blijkt dat hij ook zelf rechtstreeks contact met Siewert heeft gehad. Hiermee staat vast dat de voormalig minister van VWS de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Daarnaast vond meneer De Jonge het nodig om via zijn privémail te communiceren, ondanks alle dringende adviezen dit niet te doen. De voormalig minister van VWS had daar gewoon lak aan. Volgens meneer De Jonge deed hij dit omdat de werkmail zo lastig werkt, want hij moet steeds zijn wachtwoord wijzigen. Wat een totale nonsens. Denken dat mensen dit geloven is een grove belediging voor de intelligentie van iedereen in Nederland. Voorzitter, ik zit hier precies een jaar. In dit jaar is het vertrouwen van burgers in de politiek, het vertrouwen van burgers in de overheid, keer op keer beschaamd. Niets leren wij hier van het verleden. Hoeveel sorry's zijn hier al door de zaal gevlogen? Hoeveel actieve herinneringen zijn in deze zaal al uitgeschakeld? Hoe vaak is hier al gezegd, dit had ik anders moeten doen? Dat, voorzitter, dat is de allergrootste crisis waar we hiermee te maken hebben in Nederland. Het vertrouwen van de Nederlanders in ons, de politiek. Het vertrouwen is tot nul gedaald. En ik begrijp dat hartstikke goed. Het gemak waarmee wij als volksvertegenwoordigers en daarmee de mensen in Nederland die ons hebben gekozen worden voorgelogen, afgeschreept en geschoffeerd, kent zijn weerga niet. We kunnen moties van wantrouwen indienen totdat we ons wegen, maar ik kan u nu al voorspellen hoe deze dag eindigt. De voormalig minister van VWS heeft sorry gezegd. De voormalig minister van VWS is zogenaamd door het stof gegaan. De voormalig minister van VWS pakt zijn tas, loopt de kamer uit en gaat naar huis. En morgen meldt hij zich weer gewoon op het ministerie van Volkshuisvesting. Kortom, we dronken een glas, deden een plas en alles is weer zoals het was. Daarom heb ik maar één vraag aan de minister of aan de voormalig minister van VWS. En dat is ook mijn afronding. Wat vindt de voormalig minister van VWS zelf eigenlijk? Vindt hij zelf eigenlijk dat hij moet aftreden? En op die vraag zou ik heel graag antwoord willen hebben. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Dan gaan we naar de heer Omtzigt.